Welkom bij het vervolg van deze geschiedenis van de tocht naar Jeruzalem, Marcus 11. Ik lees straks vers 9. Even een aanloopje. In opdracht van Jezus hebben twee leerlingen uit de grote menigte uit een dorp een veulen gehaald, klederen erop gelegd. Jezus gaat erop zitten en dat heeft een bijzonder effect op de menigte. Die leggen hun mantels op de straat waar Jezus over gaat rijden en leggen er takken bij en van alles en nog wat. Want ze zien ineens een profetie vervuld, namelijk Zacharias 9 vers 9. Hier komt de koning van Israël nederig en rijdend op een ezelsjong. En dan gebeurt er nog meer, want in vers 9 van hoofdstuk 11 schrijft Marcus, alles die voor hem, voor Jezus dus, uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Nu barst kennelijk het enthousiasme echt los. De menigte omspoelt Jezus, loopt voor hem uit, loopt achter hem aan, loopt naast hem. Jezus die weer op weg gaat naar Jeruzalem, rijdend op het veulen van een ezel. Ik denk dat het, en er zijn meer uitleggers die dat denken, dat het dezelfde menigte is die bij Jericho het wonder meegemaakt heeft van de genezing van Bartimeus, de blinde bedelaar. Die Jezus aanriep met de tekst, Zoon van David, dat is echt een Messias tekst, een koninklijke tekst. Alsof de blinde al zag wat de menigte nog niet zag. En hij is als genezen blinde, is hij in die menigte aanwezig. Een levend voorbeeld van de wonderbaarlijke genezingsmacht van Jezus. En misschien dat de menigte daarom ook wel aangemoedigd denkt van dit is echt de Zoon van David. Hier gebeurt iets waarbij de profetie van Zacharias in vervulling gaat. De koning van Israël komt naar zijn volk. En ze barsten in feestgeroep uit. En wat roepen ze dan? Nou, ze roepen een citaat uit Psalm 118. Dat is de slotpsalm van het Groot Hallel. Dat is een groep psalmen, 113 tot en met 118, die gezongen werden met Pesach, bij de Pesachviering, zullen we later ook zien. En het is ook met een psalm 118 die een tekst die bij de beide andere grote feesten ook gezongen en gezegd wordt. Dus het is vertrouwde tekst, om het zo maar eens te zeggen. Hosanna roepen ze met elkaar. Dat betekent oorspronkelijk in de psalm, red ons toch. Het is als het ware een gebed tot de koning, een gebed tot God om hulp, om ondersteuning. Er zijn meer voorbeelden waarbij dit woord Hosanna ook tot mensen gericht wordt. Maar het wordt in de loop van de geschiedenis, die psalm is al heel oud, 1000 jaar oud of meer. In de loop van de geschiedenis wordt die tekst minder tot een hulproep en meer tot een vreugderoep, een halleluja tekst als het ware, een lofprijzing, een aanmoediging. En bij alle drie grote feesten werd hij dus geroepen. En ze roepen erachteraan, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dat is ook een citaat op Psalm 118. Het bijzondere is dat het een tekst is die vanuit de tempel gesproken werd door elke pelgrim die binnenkwam. Het is een tekst van de tempeldienaren om de pelgrims mee te begroeten. Een begroetingstekst voor iedereen die komt om het feest te vieren. En er volgt dan een algemene zegen achter. Wij zegenen u vanuit het huis van God. Dat is de tekst van de priesters, van de levieten die daarmee de pelgrim begroeten. Hier krijgt het natuurlijk een extra betekenis. Want het is het zegenwoord dat over Jezus wordt uitgesproken. Hij is de pelgrim die tot het huis van God komt. Die tot de tempel komt. Die komt in de naam van de Heer. En dat weten een heel stel van die volgelingen ook. Want ze hebben het gezag van God in Jezus gezien. Gezag over boze geesten, gezag over ziekten, gezag in zijn woorden die hij uitspreekt. Er komt een nieuwe Torah met deze rabbi die zijn eigen Torah meebrengt, zijn eigen wet van God. Zoals ooit aangekondigd is van de Messias, die zijn eigen Torah zal meebrengen. Jezus gebruikt deze tekst overigens in het Matthäus-evangelie in de komende week in een debat met de schriftgeleerden die het niet met hem eens zijn en die hem met argwaan bekijken en met vijandschap. Hij zegt dan tegen hun, jullie zullen eens deze tekst ook uitspreken, namelijk als ik terugkeer. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En dan zul je snappen dat hij over mij gaat, die tekst. Maar ook hier is dat dubbel en dwars waar. In deze geschiedenis van de tocht naar Jeruzalem
naar Israëls hoofdstad. Jezus komt naar de tempel en met hem komt Gods en Gods gezag, komt God zelf en Gods zegen naar de tempel toe. Hij komt in de naam van God. Ja, dat is dubbel en dwars waar. Jezus vervult Psalm 118. Paulus schrijft er later over in de Filippenzenbrief. Hij beschrijft in hoofdstuk 2 hoe Jezus alles achtergelaten heeft. Uit het huis van God en uit de rijkdom en de macht van God weggegaan is. En zich mens gemaakt heeft. Mens geworden is. En de minste onder de mensen geworden is. Zo komt Jezus, de nederige koning van Israël, rijden op een ezeltje. En hij vervult daarmee de tekst. En Paulus schrijft daarover. Hij doet dat om ons te redden. En daarom zal hij van God de naam boven alle naam krijgen. Zodat uiteindelijk alle knie zich zal buigen en elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Het spel begint hier duidelijk te worden. Tot zover. Het is nog niet voorbij. Er komt nog een klein stukje achteraan. Met enig geluk. Mogelijk tot ziens. En anders, hoe dan ook, God zegen toegewenst.